Bob Marley en Waiting in Vain. En daarvoor hoorde je Half Life met niks. Ja, en dan snap je wel, Hef, dat ik natuurlijk Bob Marley er even bij heb gepakt. Want ja. Wat zeg je nou letterlijk? Ik ben Bob Marley aan het pompen en mijn ramen aan het zemen, bitch. Ja, man, dat is, en dan zeg ik daarna van, dat is iets wat erbij hoort als je volwassen wordt. En ja, dat, ik weet niet, man. Ik geniet gewoon van zulke momenten nu meer of zo, man. Meer het huiselijke leven in plaats van het straatleven. Ja, heel erg. Heel erg. Vind je dat dan moeilijk? Ja, ik ben net verhuisd en ook eigenlijk net gescheiden. Mm-hmm. En ik vind het heel erg moeilijk om mijn ritme zo te veranderen. Hoe bedoel je? Nou, in plaats van, weet je wel, dat je thuis komt en daar heeft iemand gekookt. Dat ik niet weer, weet je, dat was dan eerst. Ja, ik zit eigenlijk, zeg maar, in hetzelfde schuitje als jou, zeg maar. Heel toevallig. En voor mij is het eigenlijk, ik ervaar het eigenlijk wel als best wel prettig. Natuurlijk zijn er hele eenzame, dat je een beetje eenzaam voelt, momenten. Maar over het algemeen is het best wel fijn dat je gewoon, als ik thuis kom, dat ik niet nog een baan heb of zo, weet je. Dat je gewoon thuis kan komen en niet nog iemand moet pleasen en nog lief moet zijn en allemaal shit moet doen. Dat vind ik eigenlijk wel, daar geniet ik wel van eigenlijk. Alleen, er zijn ook heel veel momenten dat je gewoon eenzaam voelt en denkt van, wat een kutleven. Ja, maar wat doe je dan? Ja, ik ga dan maar weer wijn drinken. Dat is eigenlijk een beetje... Ja, ik ga jonker roken, hoor. Nou ja, en dus de ramenzemen, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ja, ik ben wel iemand... jammer genoeg, ik ben er wel eigenlijk wel blij mee. Mijn moeder die heeft ons sinds klein gewoon gedrild. Met schoonmaken en strijken en ramenzemen bijvoorbeeld. En dat zijn gewoon dingen die ik nu gewoon, gewoon doe als ik wakker word en mijn dag begin gewoon. En dat geeft mij gewoon een goed gevoel dat ik tenminste iets gedaan heb of zo, weet je. En dan kan ik vanaf daar gewoon meer dingen doen en dan heb ik gewoon een goede dag of zo. Maar functioneer jij ook beter in een propere, opgeruimde omgeving? Ja, zeker. Dat is echt belangrijk voor mij. Ik heb echt, dat heb ik echt nodig, dat het gewoon clean om mij heen is. Ook als ik zit te gamen of zo, dan moet het gewoon schoon om me heen zijn. En dan kan ik niet nog een pak drinken op tafel hebben of zo. Of wat ik net gegeten heb. Ik ben altijd heel... ik weet niet, man. Maar ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Over 2 uur komt Koud uit, mm-hmm. Je nieuwe album. Maar je hebt ook wel... eerder verteld dat je komt uit Hoogvliet en dat de jongens uit de hoed ook meegingen, weet je wel, de studio in, dat ook een soort gezamenlijk iets is. Maar dan zie ik dus voor me dat al je vrienden daar een beetje aan de andere kant van het glas staan, bijvoorbeeld in de studio, en dat het dan één groot zootje wordt en volle asbakken en. Mag dat dan bij jou in de studio? Ja, soms. Vroeger was het altijd zo. Tegenwoordig is dat af en toe zo. Soms zit er ook zijn, heb je ook gewoon te maken met producers die dat niet tof vinden en die dan daardoor minder presteren of zo. Dus dan probeer je dat te respecteren en dan ga je gewoon alleen of ga je met één mattie of zo. En soms heb je boys die dat juist tof vinden. Of boys die... waar jij alleen komt en er is al zo'n vibe in de studio en dan moet je gewoon meegaan met die vibe. Ja, dan is het maar gewoon zo. Ja, lekker de boel de boel. Is heel verschillend. Ja. Voor mij is het in principe niet echt belangrijk meer om... heel veel mensen in de studio te hebben. En, vroeger vond ik het wel wat hebben, maar nu iets minder of zo. Ik heb de eer gehad om al even kleine stukjes van je album te mogen luisteren. Dat het dus bijna uitkomt. Tof. Maar je zou het bijna kunnen typeren als de wijze levenslessen van Hef. Je dacht, ik word bijna 32? Ja, eigenlijk wel. Ik denk het wel. Ik ben gewoon op een bepaalde... punt in mijn leven waarin ik heel veel vragen heb. En door die vragen ben ik in heel veel gesprekken met Jiggy bijvoorbeeld. En Jiggy die komt dan met allemaal boeken. En dan probeer je allemaal boeken te lezen. En door die boeken dan krijg je weer allemaal informatie... waardoor je je eigen leven anders gaat indelen. En dat is wat er nu aan het gebeuren is. En ik denk dat het stiekem ook mijn muziek heeft... niet per se mijn sound, maar wel een beetje de gedachte in mijn muziek heeft veranderd. En ik denk dat ik daar ook blij mee moet zijn. Van ik ben nu 32, ik heb heel veel straatmuziek gemaakt, om dat zomaar even te noemen. Nu ik 32 ben, ik ben vader, is het wel een mooi moment om die switch te maken naar... ik wil het niet per se wijs noemen, maar iemand die probeert. Iemand die wijs probeert, of tenminste, weet toch, die probeert te leren. En, ja, de juiste intenties. Ja, en zijn ups en downs deelt met de wereld of met Nederland. Vind je het ook belangrijk om dat, eigenlijk die nieuwe inzichten ook uit te stralen? Dat het niet alleen is voor jezelf? Ja, ik vind het heel belangrijk, omdat ik weet dat heel veel boys uit mijn omgeving en... misschien niet in mijn omgeving, maar wel uit dezelfde soort omgeving komen. Op een andere plek in Nederland misschien hetzelfde ervaren. Ik denk dat hun ook daar wat aan kunnen hebben. Voor de vorige track die ik net gedaan heb, niks. Zeg ik van, wat heb je aan een Louis-tasje als die tasje leeg is? En dat zijn toch wel dingen die, waar heel veel kids en mijn neefjes ook, zeg maar, soort van alles voor zouden doen. Iedereen zouden alles doen, zeg maar, voor zo'n Louis-tasje. Maar wat heb je aan zo'n Louis als die leeg is? Je moet gewoon werken. En als je werkt, dan kan je gewoon zo eentje kopen. En dan heb je ook nog gewoon money erin. En wat je wilt hebben, snap je? En ja, dat is waar mijn hoofd nu is, man. Een soort van opa. Ja. Nou ja, het klinkt in elk geval nog niet saai met je. Nee, dat is zeker niet saai. Maar er is eigenlijk nog veel meer te vieren, behalve... eigenlijk een nieuw inzicht op het gebied van leven, je album, maar ook een nieuwe baan. Ja, maar daar mag ik eigenlijk nog niet heel veel over zeggen, want dan krijg ik op mijn kop van... Waar Hef, het is al te laat. Mijn collega Timo Pizar heeft je vanochtend geïnterviewd voor 3voor12. En het staat allemaal op 3voor12.nl. Davy gaat ruzie maken bij me zo. Moet ik het anders even zeggen? Dat jij het niet hebt gezegd, zo van ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb het niet gezegd. Oké, het zit zo. Onze Hef hier, die heeft een nieuwe baan. Die gaat aan de slag als A&R bij Universal. Dus Top Notch en Noah's Ark. En dat betekent artist en repertoire. Manager, eigenlijk. Ja. Dus jij gaat nieuwe muziek scouten, nieuwe talenten. Die managen. Ja. Toch? Ja, leg ik dat zo goed uit? Ja. Nieuwe talent. Gewoon met mensen die al op het label zitten ook... Gewoon werken aan nieuwe muziek, helpen waar ik kan helpen. En dat is bij elke artiest is dat anders. Dus je kan het niet echt per se in een hokje stoppen van nee. Dit is het. Of, maar het is gewoon wel... In ieder geval heel leuk. Ja, maar het is wel even los van je indrukwekkende repertoire qua muziek. Is dit, zeg maar, je eerste, moet ik zeggen grote mensenbaan? Je eerste opa-baan? Ja, mijn eerste opa... ja, opa-baan. Ja, opa-baan misschien wel. Ja, nou, gefeliciteerd met je opa-baan, hè? Opa-salaris dus. Ja, lekker. Boom, ook belangrijk.